Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Tot ziens op 15 november prijs, dames en heren. Een leuke koers om mee te besluiten met louter duindicht specialisten aan de start. Onder nummer 1 Alfonso Starlake, Vin Verkaik. De 2 Naomi Di Quattro, Jaap van Rijn. Nummer 3 Bizar Zandbergen, Rob van Toor. De 4 Baco Boy, Peter Brakenboer. De 5 Kas Kivitsov, John de Leeuw. Nummer 6 Yokohama SK Seip. De 7 Alwin Dalimo, Wim van der Mespel. En de 8 Count Me Out, Ronald Hauber. Paarden achter de auto, nog 200 meter. Honderd meter nog. 50 meter. Nog 30 meter. Start gevallen. Start van de laatste koers is gevallen. Het is aan de binnenkant Alfonso Starlake die de leiding heeft. Aan de buitenzijde komt Yokohama S naar voren. En die komt in het buitenste spoor de leiding opeisen. Neemt hem over. Yokohama S is de leider in de openingsfase. Terwijl Alwin Dalimo aan de start van het veld vertrokken is, heeft Yokohama S een lengtevoorsprong genomen. Maar krijgt direct al aan de buitenzijde de beuker naast zich. Count Me Out. Count Me Out die komt aan de buitenzijde in de favoriete positie van Count Me Out. De tweede spoor. Zo zijn ze dan in de rechte lijn voor de tribune. De derde plaats is op dit ogenblik voor Alfonso Starlake. En dat is de situatie als de paarden nu voor de tribunes komen. Verder weg volgt Naomi Di Quattro, die gevolgd wordt door Bizar Zandbergen, Baco Boy. Dan volgt Kas Kivitsov en laatste van het peloton is Alwin Dalimo. En in de ganse pas trekken de paarden dan langs de tribunes van Duindicht met zo dadelijk nog een ronde te gaan. En is de leiding zelfs nu al overgenomen door Count Me Out. Count Me Out die heeft het commando, heeft 2 lengte voorsprong genomen. Yokohama is op de tweede plaats, Alfonso Starlake derde. Vierde is dan Naomi Di Quattro. In vijfde positie volgt Bizar Zandbergen. De zesde plaats voor Baco Boy. Zevende is dan Kas Kivitsov. En achtste is Alwin Dalimo. Zo gaan de paarden af op de overkant van de baan met nog 1000 meter te gaan nu. Count Me Out die is verantwoordelijk voor het tempo. Count Me Out, anderhalve lengte voorsprong. Yokohama is op de tweede plaats, Alfonso Starlake derde. Vierde aan de buitenzijde oprijdend is nu Naomi Di Quattro. En die volgt een ideale rug voor Baco Boy. Met daarachter dan Bizar Zandbergen, Kas Kivitsov. En aan de staart van het veld immer Alwin Dalimo. Het landje van Jochems is gepasseerd en de laatste bocht in zicht. Count Me Out leidt nog altijd. Count Me Out een lengte voor. Op de tweede plaats komt nu uit Naomi Di Quattro. Derde aan de binnenkant Yokohama S. Vierde aan de buitenzijde Baco Boy. Dat zijn de aanvoerders als de paarden in de kroon van de laatste bocht komen. Bizar Zandbergen, Alfonso Starlake. Daarachter Kas Kivitsov en Alwin Dalimo. En zo rond we de laatste bocht en komen we de laatste 400 meter in van de laatste koers van Duindicht. Met zo dadelijk dan een leuke eindstrijd in het vooruitzicht. Count Me Out is de leider. Count Me Out leidt met een lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het Naomi Di Quattro. Die is nog niet in de buurt van Count Me Out. Aan de buitenzijde komt Bizar Zandbergen. Yokohama S probeert mee te vechten voor een plaats aan de binnenkant. En zo zijn we dan in de laatste 200 meter. Daar komt Naomi Di Quattro op hoge toeren af op Count Me Out. Maar Count Me Out heeft genoeg in handen om te winnen. En Count Me Out wint de laatste koers voor Naomi Di Quattro. Derde wordt dan Kas Kivitsov. John de Leeuw in de negende koers komt aan de start met Kas Kivitsov. Nou, ik heb net al even gezegd, de combinatie De Leeuw en Van Nooijweert, dat is een goede combinatie. In het verleden is het ook wel zo gebleken en ik hoop ook dat het zo blijft. En Kas Kivitsov is een paard met heel veel fijne speed, dus ik hoop daarop te bouwen. Heb je de koers van vorige week gezien? Nee, niet helemaal goed. Ik dacht dat hij 3 of 4 werd. Vierde werd hij. En toen kwam hij geloof ik vrij snel af, maar voor de finish was het een eens over. Hè? Ja, klopt inderdaad. Het kruid droog houdt tot het laatste recht eind? Ja, dat is wel de planning. Ja. Dankjewel, John.